momenten. Ja. Aan jou het woord. Oké, dankjewel. Jullie zien hier allemaal een mooie brandende gasvlam in beeld. En als je denkt van, goh, dit heb ik wel eens eerder gezien, dat klopt. Want wij hebben allemaal, of je nou single bent of in een relatie met een andere persoon, veel van ons hebben een langetermijn relatie met het gas. En dat komt omdat het gas is vertrouwd, het is warm, we herkennen het. En veel van ons vinden dat een hele fijne relatie nog. We zouden ook niet zo goed weten waarom zouden we hier uitstappen. We zijn al heel lang samen, het gaat eigenlijk goed. Andere mensen die zeggen een beetje van, nou ja, het is ook wel complex. Ik wil misschien wel op zoek naar een andere relatie, maar ik weet nog niet zo goed wat zijn dan mijn alternatieven. Je hebt wat mensen die zeggen van, nou, ik heb een wat meer open relatie met gas. Die hebben bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. Hè, van toch nog een beetje van twee walletjes eten. Van toch het gas, maar ook iets anders. En je hebt natuurlijk wat mensen die zeggen, nou, nee, we zijn gas en ik, we zijn klaar. Maar is nog wat kleine groep. Ik heb het hier even met jullie over, omdat het belangrijk is als het gaat over andere alternatieven voor gas in woningen, hè, want gas verwarmt heel veel van onze woningen, dan moeten we ook recht doen aan die lange relatie die we met gas al hebben of voor sommige mensen hebben gehad. En dat als we naar iets anders overgaan, dan moet dat ook iets zijn wat ons ook een vervulling geeft, zeg maar. Ik wil je even meenemen in één kort voorbeeld. En ik denk dat het ook mooi aansluit bij het verhaal van Rijntjan. Wel eigenlijk achter een bepaald idee staan van, nou, dat duurzaamheid bijvoorbeeld belangrijk is. Maar dat als het heel concreet wordt op je eigen situatie, dat toch wat lastiger is. Ik was bij iemand thuis en we deden interviews over, was bij mensen in een beoogd aardgasvrije wijk. Wat heb je nou nodig om de overstap te maken naar een aardgasvrije woning? En ik vroeg aan haar van, goh, heb je ook het gevoel dat misschien aardgasvrij wonen wel zou kunnen bijdragen aan duurzaamheid? En ze zei, ja, dat denk ik ook wel. En dat vind ik echt op zich een hartstikke goed idee. En ik zei, oké, mag ik dan ook concluderen dat jij ook best wel open zou staan voor een overstap naar een aardgasvrije woning? En zij zei, nee, dat gaan we niet doen. En dus ik zei, maar goh, waarom dan niet? En zij zei, ja, zie je wat er achter mij staat? En je kon een doorkijkje, was in haar keuken en daar stond echt het allermooiste gasfornuis wat ik ooit heb gezien. En zelfs voor mensen die niet van koken houden, die zouden dat ook mooi hebben gevonden. En zij zei, ja, ik ben een chef en chefs koken op gas. En sommige dingen kun je niet vervangen met inductie of iets anders. Deze vrouw gaf ook aan dat ze had jarenlang geïnvesteerd en gespaard om uiteindelijk dit gasstel te kopen. En zei, ja, mocht deze gemeente van het gas afgaan, dan koop desnoods gastankjes, whatever it takes. Mij krijg je niet mee. Dit is een voorbeeld wat aangeeft we hebben misschien gemengde gevoelens nu ook met gas. Zeker ook door de situatie in Oekraïne. Maar we zijn nog steeds best wel afhankelijk, of we zijn in ieder geval gewend. En om die gewenning te doorbreken is het heel belangrijk om goed inzicht te hebben in wat vinden mensen nou belangrijk. Wat hebben ze nou nodig om die overstap te maken naar een aardgasvrije woning? En ook zoals Rijntjan ook zei, eigenlijk van wat voor een hulp hebben we daarbij nodig? En hoe kunnen we elkaar ook daarbij helpen? En dat is iets waar ik graag met jullie over wil praten. Enerzijds is van, nou ja, wat vinden mensen dan belangrijk in hun eigen woning? Maar ik denk een net zo belangrijke vraag is ook van, hoe kunnen we die inzichten vertalen naar concreet advies en ook concrete misschien tools voor allerlei partijen die zich rondom de bewoner bewegen? En dat is dan kunnen de gemeentes zijn, maar ook bewonersinitiatieven of lokale energiecorporaties. Dat heeft heel erg een wisselwerking met elkaar. Dus daar zal ik ook op ingaan zometeen. Dit is een hartstikke leuk team van mensen. Ik noem dit altijd eventjes omdat bij TNO is toch soms nog een beetje het gevoel van, nou, dat zijn vooral heel veel techneuten die allerlei slimme technologische oplossingen bedenken. Maar er zitten dus ook heel veel sociale wetenschappers die heel hard werken aan het versnellen van de energietransitie. Waar ik er dus eentje van ben. Die mensen zijn er ook en dat team groeit steeds maar meer en meer.
hoe pakken wij onderzoek dan aan? Hè? Als ik zeg van, nou, proberen we in te schatten wat vinden mensen belangrijk, wat vinden bewoners belangrijk en hoe vertalen we dat dan naar nuttige tools voor de praktijk? Dus eigenlijk in het onderzoek wat wij doen en waar ik ook vandaag over zal vertellen, dat is een langjarig onderzoeksprogramma naar hoe je bewoners betrekt. Hè, een mooi woord dan participatie, maar het gaat erom hoe je samen bewoners de overstap maakt in de warmtransitie. Dan is al het onderzoek wat we daarin doen, is eigenlijk gebaseerd op co-creatie. Dus we werken samen met gemeentes, ook met intermediairs, die heel veel met bewoners samenwerken en ook veel kennis daarover hebben. Om heel goed die samenhang te houden met waar heeft de praktijk echt behoefte aan. En ten tweede zorgen we dus voor dat de resultaten die we dan opleveren, dat die enerzijds eigenlijk altijd van toepassing zijn in een lokale situatie, dus bijvoorbeeld in een gemeente. Hè, dus de resultaten zijn altijd voor algemeniseerbaar, maar ook voor een deel echt soms gericht op die specifieke casus in de gemeente. En wat eigenlijk ook heel erg belangrijk is, en dat zit er vaak ook in, is dat we proberen de vertaalslag te maken naar beleidsadvies. Omdat wat je ziet is dat de warmtransitie is natuurlijk eigenlijk iets wat lokaal opgepakt moet worden. Hè, waar gemeenten een belangrijke rol in spelen. Maar dat we tegelijkertijd zien dat allerlei belangrijke kaders nationaal gesteld moeten worden. Hè. Dus dat zullen we zo ook nog wel over hebben. Maar dat er ook vaak veel behoefte is. Bijvoorbeeld in financiële ondersteuning of in wettelijke kaders. Hè, die eigenlijk door het Rijk gesteld moeten worden. Dus we proberen ook altijd de resultaten die we lokaal ophalen goed te vertalen naar landelijk beleidsadvies. Waar wil ik het nou graag even met jullie over hebben? Ik sta stil eigenlijk bij drie vragen. We gaan even wat verder in op van wat vinden bewoners nou belangrijk in de overgang naar aardgasvrij wonen? En we hebben het dan nu vooral over eigenaarbewoners. Huurders en VVE's zijn ook hele belangrijke doelgroepen, maar die hebben net wat andere uitdagingen dan mensen met een eigen individuele woning. Vervolgens, als we dan wat meer weten over wat zijn dan belangrijke drijfveren of barrières die mensen ervaren, hoe worden die dingen dan meegenomen in de wijkaanpak van verschillende proeftuinen in dit geval? En als laatste is dan de vraag van wat hebben dan uiteindelijk proeftuinen of maar vooral gemeentes in het algemeen, maar dat kunnen ook trouwens andere partijen zijn die met de bewoner aan de slag moeten. Hoe kun je die nou beter betrekken en hoe kun je die dan beter ondersteunen in de bewonersparticipatie binnen de warmtransitie? Dus wat hebben die verder nog nodig? Hoe kunnen we die helpen? Oké. Als we dan even kijken naar het eerste onderwerp. Dus wat vinden eigenaarbewoners nou belangrijk in de overgang naar aardgasvrij wonen? Je ziet hier plaatjes van Purmerend, Overweren en van Zwijndrecht. En een plaatje van de Babbelboom. Daar kom ik zo meteen op. We hebben onder andere onderzoek gedaan in Purmerend. Dat is een proeftuin, aardgasvrije proeftuin. En in Zwijndrecht, dat is eigenlijk wat wij noemen een spiegelwijk. Dus die lijkt qua bewonerskarakteristieken heel erg op de proeftuin in Purmerend. En we hebben dat gedaan om juist eens een beetje een goed beeld te krijgen van de weerstanden of de zorgen die mensen hebben in een proeftuin. Of juist de positieve zaken. Verschillen die nou heel erg van bewoners die in een wijk wonen die min of meer hetzelfde is qua karakteristieken. Maar waar eigenlijk nog weinig aardgasvrije acties op touw zijn gezet door de gemeente. En dat is dus ook geen aardgasvrije proeftuin is. En waarom is deze nou gekozen? Dus wederom, we proberen dus goed te kijken naar waar zit nou die behoefte in de praktijk. En Purmerend was een belangrijke of een logische keuze, omdat er daar dus veel eigenaar-bewoners betrokken zijn. Dus veel koopwoningen zitten in die pilot waar we dus wilden kijken. Er is sprake van een gemiddeld inkomen. Dus ook niet mensen bijvoorbeeld die extreem arm zijn of die in energiearmoede zitten of die een gemiddeld hoog inkomen hebben. Want dan krijg je toch wat andere. Ja, dan krijg je dat mensen wat makkelijker misschien bepaalde aanpassingen aan hun woning kunnen doen. Dus dat zie je eigenlijk ook dat soort dingen dus in Zwijndrecht terug. Dus daar hebben we daarvoor gekozen. Heel veel van ons onderzoek is kwalitatief. Dus we hebben heel veel interviews gedaan. Zowel echt diepte interviews met een aantal bewoners. Maar we hebben dus ook gebruik gemaakt van die babbelboom.
En dat is toch wel leuk om heel even iets over te vertellen. Dus dat is echt daadwerkelijk een boom. En daar kun je mee praten. En hier staat een plaatje op van, word jij al blij van de warmtetransitie? Of word jij blij van aardgasvrij? Nou, daar staat er iemand naast. En die legt even kort uit van, nou, wat is nou de bedoeling? En hier kunnen dus mensen dus anoniem met die boom praten en hun zorgen delen. En dat maakt het soms wat makkelijker voor mensen om ook eerlijk te zijn. Van, nou, wat vinden we er nou eigenlijk van? Wat hebben we eigenlijk nodig? En het is eigenlijk bijna een soort biecht. Die boom praat ik echt terug. Dus er zit iemand, zit ergens in de bosjes, zeg maar, ergens verderop. En het is echt hartstikke leuk. Nou ja. Mensen die praten met die boom en die zegt dan eerst ook zo van, hallo? En de boom zo, hallo. Hoe gaat het met je? En die boom, dat is echt hartstikke leuk. En die mensen deden dat hartstikke goed. Dus zei iemand van, nou, ik zie het gewoon helemaal niet zitten. Wat aardig is vrij. Het is hartstikke duur. En dat iemand boom zei, ja, ik begrijp u ontzettend goed. Wat vervelend. En die man zei, nou, bedankt. En dat was echt hele leuke gesprekken. En daar hebben we ook echt ontzettend veel mensen mee bereikt. Dus dat is leuk, want je loopt gewoon langs die boom. En dan kun je ook makkelijk eventjes in gesprek raken. Dus als we zoveel mensen hebben gesproken, wat vinden mensen dan belangrijk om die overstap te maken? Nou ja, en dat verschilt eigenlijk in per stap van hun klantreis, zoals dat dan heet. We hebben deze klantreis ontwikkeld om eigenlijk wat beter inzicht te kunnen geven in wanneer spelen er nou dus bepaalde zorgen of bepaalde wensen van bewoners. Want uiteindelijk kun je natuurlijk heel veel gesprekken met bewoners hebben en bepaalde drijfveren en barrières ophalen. Maar ja, wat moet je daar nou precies mee en hoe kun je dat nou een beetje in perspectief plaatsen? Dus daarom is deze klantreis ontwikkeld. En deze klantreis werkt eigenlijk zo dat bewoners die doorlopen verschillende stappen van eigenlijk bewust worden van aardgasvrij als thema in het algemeen. En dat kan echt een beetje op landelijk niveau zijn. Of het kan gaan een beetje over wat er op heel algemeen niveau, wat er in hun gemeente misschien wordt bedacht. En die doorlopen dan een aantal stappen. En uiteindelijk is als je al die stappen doorloopt, dan kom je dus uit bij ambassadeur zijn van een aardgasvrije woning. En dat kan positief of negatief zijn. Dus dat je echt zelf ervaart hoe het is om in een aardgasvrije woning te wonen. Natuurlijk doorloopt niet iedereen deze hele klantreis. Je kunt eigenlijk per stap kun je uitvallen als bewoner. Dus je gaat eigenlijk pas naar de volgende stap in die klantreis als je de voorwaarden van die stap daarvoor, zeg maar, als daaraan is voldaan. Dus goed om eventjes te vertellen wat die stappen dan precies zijn. Dus in de eerste stap gaat het dus echt over aardgasvrij wonen, om daar bewust van te worden in het algemeen. Dat kunnen landelijke plannen zijn of wat meer lokaal. En je gaat eigenlijk door naar fase 2 of stap 2 als je dus bewust bent van dat er iets gaat gebeuren qua aardgasvrij. Nou, en in die stap 2, dat heet de tamtamfase. En dat is een periode die korter of langer kan duren, waarin mensen dus eigenlijk blootgesteld worden aan allerlei meningen over aardgasvrij. En dit noemen wij de tamtamfase, omdat het dus een fase kan zijn waarin mensen dus ook blootgesteld worden aan meningen die feitelijk gezien bijvoorbeeld niet kloppen, maar die mensen bijvoorbeeld die ze tegenkomen op sociale media of in een bepaalde bubbel waar ze in zitten. Dus dan kunnen er allerlei dingen gaan leven, zeg maar, onder bewoners. Van oh ja, maar we moeten zo meteen 10.000 euro gaan betalen of zo. We gaan allemaal over op waterstof. Terwijl dat misschien helemaal niet de plannen zijn van de gemeente daadwerkelijk. Dus dat kan best wel ingewikkeld zijn om dan ook weer, bijvoorbeeld als gemeente, daar weer je eigen verhaal tegenover te zetten. En dan heb je op een bepaald moment wordt het zo concreet binnen jouw wijk of gemeente dat je echt kunt nagaan denken van, nou, wat betekent dit nou eigenlijk voor mijn eigen woning? En dan wordt dus eigenlijk de eerste stap gemaakt naar van meer in het algemeen van, oké, blijkbaar gaat er iets gebeuren met aardgasvrij hier, naar oké, dit betekent ook echt iets voor mij. En dan kom je eigenlijk in de volgende fase, in het besluitvormingsgedeelte. Daar
kom ik zo nog even op terug. En in de vierde stap ga je eigenlijk, bewust of onbewust, ga je eigenlijk bezig met van nou, ga ik me nog verder oriënteren? Heb ik al een besluit genomen van dat ik dit wel of niet wil, een aardgasvrije woning? Of ga ik actief in de weerstand? En dan kun je dus echt besluiten, als het laatste is, om bijvoorbeeld een soort actiegroep op te richten van dat je aardgasvrij, dat komt hier niet. Maar het kan dus ook zijn dat je denkt van nou, ik moet me echt nog verder oriënteren, wat zijn de opties? En het kan zijn dat je denkt van nou, ik ben al om, ik heb besloten ja of nee. Nou, dan is het dus een, als je dus niet zo'n persoon bent die denkt van nou, ik stap, ik ga in de weerstand, of ik doe niet mee, dan kom je dus verder in die reis waarin je verder gaat oriënteren en uiteindelijk een keuze gaat maken voor een oplossing. Hè? Op basis van wat voor keuzes er natuurlijk te maken zijn. Hè? Het kan ook zijn dat er maar één optie is, dat je kunt kiezen voor, nou, je doet of mee met de warmtenet of je doet helemaal niet mee. Nou, en op een bepaald moment kom je dus dan in de laatste fase waarin je gaat wonen in een huis waar daadwerkelijk werkzaamheden plaatsvinden om die woning aardgasvrij te maken. Uiteindelijk woon je dan in de woning van de aardgasvrij die aardgasvrij is. En dan kom je dus in de laatste stap waarin je dus gaat uitdragen wat je daar eigenlijk van vindt. Om het ook wat behapbaarder te maken, hebben we die stappen eigenlijk opgedeeld in drie fases. Dus de stap 1 tot en met 3 daar, dat is eigenlijk de bewustwordingsfase. Dus dan ben je eigenlijk nog bezig met voornamelijk het verzamelen van informatie over aardgasvrij in het algemeen en meer specifiek over wat in jouw wijk gaat gebeuren en wat dat misschien al gaat betekenen voor je woning. Nou, die volgende drie stappen, dan hebben we het eigenlijk over het besluitvormingsgedeelte. Hè. Dus dan maak je een keuze van ga ik mee, ga ik niet mee, wat heb ik nog nodig? En de laatste fase is de uitvoeringsfase. Waarin het dus echt gaat om het wonen in die aardgasvrije woning. René, ik wil je graag tussendoor even één vraag stellen. Oh, ja. Die ik in de chat zie staan. Jullie onderzoek is niet ingegaan op welke technologische oplossing waarvan belang is of van pas gaat toegepast worden. Jullie onderzoek... Het gaat over het bewonersperspectief. Ja, precies. Ja. En in dit geval gaat het om de aansluiting op een warmtenet. Maar ik kom straks ook nog op onderzoek waarbij we waarbij de gemeente zijn betrokken waar het en een warmtenetoplossing kan zijn of een all-electric oplossing. En specifiek niet gekeken naar waterstofoplossingen of groen gas, omdat dat gewoon hele kleine groepen zijn van gemeentes die daarmee aan de slag gaan, in ieder geval destijds. Ik hoop dat het een antwoord is op jouw vraag. Op de vraag van Maya. Oké, goed. Om het dus een beetje behapbaar te houden, wil ik even een korte schets geven van nou, wat voor soort drijfveer en barrières spelen er dus in die verschillende fases. Waarom is het nou belangrijk om dit te weten? Wat kun je hier nou precies mee? Dat is misschien nog even goed om eventjes te melden, is dat als je dus wat beter inzicht krijgt in van nou, waar zitten nou bepaalde zorgen of wensen, in welke fase of welke stap kan je dat ongeveer indelen, dan heb je dus als gemeente, want dit is eigenlijk een tool voor gemeentes of voor andere partijen die dus aan de slag gaan met bewoners in een wijk, dan heb je dus een beetje een beeld van wat speelt er nou, welke barrières en drijfveren spelen er in welke fase, en dan kun je dus ook jouw communicatie of je participatiestrategie daar een beetje op inrichten. Ja, als je ziet van nou, er zijn dus heel veel mensen die voornamelijk nog in die eerste fase en leven nog heel veel vragen over wat gaan we nou precies doen in deze wijk wat is überhaupt aardgasvrij, of je ziet dat er heel veel leeft onder mensen van allerlei gekke aannames die helemaal niet kloppen, dan is het goed om daar meer op in te spelen. En terwijl je ziet dat vraag steeds concreter wordt, dan zitten mensen meer in die andere fase en dan kun je dus daarop je participatie inrichten. Dus het helpt om van een hele algemene communicatie-participatiestrategie specifieker te worden op basis van wat mensen belangrijk vinden. Nou, dit zijn de plaatjes van de eerste drie stappen. We hebben een hele mooie visualisatie gemaakt van alle drijfveren en barrières die we hebben opgehaald. Want dat zijn in totaal echt iets van 50 of zo. Dus dat ga ik ook niet allemaal op in. Maar je kunt zo meteen wel, er staat een linkje in de PowerPoint die dus doorgestuurd zal worden, waarin je de hele plaat online kunt bekijken. En dan kun je ook helemaal inzoomen op al die specifieke drijfveren en barrières die je op deze plaat ook ziet. Dus de drijfveren zijn dan de groene dingen en de barrières zijn de zwarte spreekwolkjes. In de eerste fase, dus in de eerste drie stappen,
zie je eigenlijk dat er heel veel factoren zijn die eigenlijk nog wat meer extern liggen of die landelijk zijn. Dus die nog niet zo heel erg specifiek gaan over echt de wijk of de woning die een belangrijke rol spelen. Dus wat je bijvoorbeeld heel erg ziet is dat mensen zeggen van nou, ik leef heel erg mee met de situatie in Groningen. Ja, dus is bijvoorbeeld een man die zei van het is echt belachelijk. Die mensen wonen in de ruïne en die krijgen een fooi toe. Dat is echt niet oké, weet je wel. Dus daar wil ik niet langer aan bijdragen. En dat is bijvoorbeeld echt een belangrijke reden die vaak wordt genoemd. Dat mensen zeggen van nou, ik wil wel nadenken of ik mee wil in die transitie naar aardgasvrij. En ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen, kijk, dat hebben we toen natuurlijk niet gevraagd, maar dat net als de situatie in Oekraïne kan echt een belangrijke nieuwe drijfveer zijn, eigenlijk net als de situatie in Groningen, om voor mensen om over te stappen, ook al zijn ze dus niet per se bijvoorbeeld geïnteresseerd in het hele duurzaamheidsaspect. Wat ook mee kan spelen is wel natuurlijk, er zijn ook klimaatzorgen, positief of negatief. Hè. Sommige mensen die zeggen van, nou ja, ik geloof gewoon niet zo erg dat het echt een probleem is. Ik vroeg ook bijvoorbeeld aan een man van, vind je dan via klimaatverandering belangrijk? Zei hij, nee, vind ik niet belangrijk. Vind je aardgasvrij belangrijk? Nee, vind ik niet belangrijk. Zei, wat vind je wel belangrijk? Zei hij, de camping. Dat is duidelijk. Dus voor sommige mensen speelt dat gewoon helemaal niet een rol. Maar je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, ik vind het wel belangrijk, maar ik vind andere onderwerpen veel belangrijker. Dus als mensen zeggen bijvoorbeeld van, ik heb liever schone vis dan een aardgasvrije woning. Waarmee ze bedoelden vis waar geen plastic in zit, bijvoorbeeld. Maar goed, je hebt aan de andere kant ook allerlei drijfveren die bijvoorbeeld ingaan op mensen die zeggen van, nou, ik vind aardgasvrij heel erg gevaarlijk. Hè, dus je kunt ontploffingen krijgen. Dus daarom is het goed om over te stappen. Wat oudere mensen die soms zeggen van, onze generatie heeft al genoeg schade toegebracht en wij moeten nu ons steentje bij gaan dragen. Dus dit kan een mooie oplossing zijn. Zo zijn er eigenlijk heel veel drijfveren en barrières die dus, zoals ik zei, nog niet zo heel erg ingaan op wat er dan op de wijkniveau speelt, maar meer landelijk of meer extern gericht zijn. En wat je wel heel erg ziet is dat het thema moeten hier een belangrijke rol speelt. En dat kan je zowel positief als negatief uitleggen. Dus mensen hebben het gevoel we moeten sowieso over, weet je wel. Dit is niet meer echt een vraag van, gaat het nou echt gebeuren, maar meer een kwestie van wanneer. Dat mensen soms ook daardoor ook gemotiveerd zijn en denken van, nou ja, dat je beter nu dan bijvoorbeeld later. Want nu is er bijvoorbeeld een initiatief vanuit de gemeente waar ik op in kan haken. En straks is dat er misschien niet, terwijl ik straks misschien verplicht over moet. Hè? Nu heb ik in ieder geval nog de ondersteuning vanuit de gemeente. Dus iemand zei van, ja, je zou wel gek zijn om het niet te doen. Want ja, nu is er bijvoorbeeld, krijg je financiering vanuit de gemeente en straks misschien helemaal niet. Maar goed, andersom, ik word ook zo uitgelegd dat mensen zeggen, ja, het is wel verplicht, ik heb het gevoel dat het al besloten is en nu moeten we over, maar ik ben helemaal niet daar genoeg bij betrokken geweest. Dus je kunt het op twee verschillende manieren uitleggen, maar dat is iets wat speelt in deze fase. En in de meest concrete stap, dus, hè, als het echt gaat over hun eigen woning, dan zie je dat mensen dus wel bijvoorbeeld aangeven van dat ze het nog heel spannend vinden van, ja, wat betekent het dan in mijn eigen woning en hoe gaat het er dan heel specifiek uitzien? Dus ook mensen die bijvoorbeeld al positiever zijn over dat algemene idee van, nou, aardgasvrij is superbelangrijk, die vinden het lastiger om dan ook die concrete stap te maken. Ook wederom, dat is denk ik wat Jan ook zei, van hoe concreter het wordt, hoe meer het gaat schuren. Dus dat speelt hier ook zeker een rol. Als we dan in die beslisfase komen, hè, dus de fase waarin mensen echt gaan nadenken van, wat ga ik doen in mijn eigen woning? Dan zie je dus dat het vertrouwen, financiële en bijzaken, die komen aan bod. Wat we hiermee bedoelen is hoe concreter het wordt, zeg maar, hoe vaker gemeentes ook, zeg maar, aan de slag gaan met het betrekken van bewoners. Hè. Dus in het begin is het vaak nog wat meer een communicatiecampagne dan een participatiecampagne, hè, waarin er samen wordt gewerkt met bewoners. Maar hier is dat aan de orde. En dan zie je ook echt hoe ontzettend belangrijk het is. En dat speelt eigenlijk door die hele klantreis wel een rol van belangrijk betrokkenheid bij het proces en vertrouwen, zeg maar, in de aanbieders of de initiators van die aardgasvrije wijk eigenlijk is.
En dat is echt iets wat vaak nog heel erg onderbelicht blijft. Dus, je ziet echt vaak dat er wordt ingezoomd op het aanbod, het uiteindelijke aanbod. Hè, van als dat maar goed is, of als het uiteindelijke de financiering wel rond is, of het is financieel aantrekkelijk voor mensen, dan gaan mensen wel mee. Maar dat is echt dat is niet hoe het zit. Weet je, mensen willen gewoon heel vaak soms alleen al het gevoel hebben dat ze betrokken zijn bij het proces, dat ze serieus genomen worden, dat ze vertrouwen hebben bijvoorbeeld in de gemeente. En het kan ook echt zo zijn, hè, daar hebben we ook wel eens een voorbeeld van gehoord, dat op zich het hele plan van een aardgasvrije wijk, dat kan prima zijn, maar er kan allerlei oud zeer leven bij bewoners van de gemeente. En daardoor dat mensen sowieso al tegen zijn, zeg maar. En dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is om daar rekening mee te houden. En een positief voorbeeld is bijvoorbeeld dat er een bepaalde straat was aangewezen in een aardgasvrije wijk. Van, nou, die gaat als eerst over. En toen kwam er een man die kwam die ging naar het wijkteam toe. En zei van, ja, eigenlijk zijn wij binnenkort aan de beurt. Maar mijn vrouw staat op het punt van bevallen. En kunnen we daar niet wat aan doen, weet je wel? En dan is het heel erg fijn als zo'n wijkteam kan meedenken. En zeggen, nou oké, dan slaan we jullie huis eventjes over. Weet je, als die flexibiliteit mogelijk is. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk. Nou ja, financiën zijn natuurlijk wel gewoon een heel belangrijk onderdeel. Mensen maken zich gewoon zorgen over wat gaat het me nou precies kosten. Maar ook hier zie je dus wel heel erg die link met dat vertrouwen en met duidelijke communicatie vanuit de gemeente. Hè, van als het nog niet duidelijk is wat de financiën gaan zijn of hoe de verdeling precies gaat zijn, wees er dan ook open over tegen mensen. Want anders gaat dat heel erg hun eigen leven leiden en denken mensen, ja, van als het steeds maar niet helder is wat het is, dan raken mensen vaak in de weerstand. Nou ja, en een man zou ook van, nou ja, weet je wat, als onze gemeente zo graag over wil, prima. Maar ik ga geen lening nemen, dus de gemeente moet de portemonnee trekken en dan ga ik wel mee, dat is prima. Maar ik ga zelf niet lenen, bijvoorbeeld. Nou ja, en als laatste, wat hier staat, bijzaken. Kijk, wat soms ook een beetje interessant is, hè, dus wat ik eerder zei, van dat soms de aanname is dat mensen bepaalde dingen belangrijk vinden, terwijl ze vaak hele andere dingen belangrijk vinden. En dat is bijvoorbeeld het voorbeeld van koken. Heel veel mensen die vinden koken op gas gewoon heel erg prettig. En koken op inductie bijvoorbeeld iets wat ze echt liever niet willen. En er was bijvoorbeeld een voorbeeld van een man waarbij uiteindelijk een inductiekookplaat was geïnstalleerd. En die vond het gewoon heel ingewikkeld. Hij zei, ja, wat is 2? Weet je wel, als ik hem op 2 zet of op 5, wat betekent dat? Weet je wel? Je kan een gasvlam kan je gewoon zo instellen, dat zie je, weet je wel. Van, hij is laag, het staat op laag en hier kun je dat niet zien. Of iemand die bleef maar op de verkeerde plek drukken op de inductieplaat en hij ging niet aan. En dat lijkt dan heel klein, maar dat zijn dus echt dingen waar mensen heel erg mee zitten. En dat is iets wat daarom is het ook zo belangrijk om ook echt goed in kaart te brengen hoe... Ja, wat zit mensen nou echt dwars, weet je wel? En zijn dat de dingen die jij bijvoorbeeld als wijkteam hebt ingeschat? Nou, dan komen we in de laatste fase, in die uitvoeringsfase. En ik moet hier al bij zeggen dat we hier minder informatie over hebben dan over de eerste fases. Simpelweg omdat we het onderzoek wat we toen deden, toen waren er gewoon nog vrij weinig koopwoningen al aardgasvrij. Overigens is het op zich nog steeds de situatie dat de meeste woningen nog steeds niet aardgasvrij zijn. Maar het is denk ik leuk om te noemen dat omdat dit dus een langjarig onderzoeksprogramma is, dat we ook dit jaar dus weer een stap verder gaan maken. En dat we juist nu ook dit jaar aandacht gaan besteden aan proeftuinen waar dus al concreet koopwoningen aardgasvrij zijn gemaakt. En om dus eigenlijk die laatste stappen van die klantreis meer compleet te maken. Nou, wat we al wel weten is dus dat er bewoners die dan positieve of negatieve ervaringen hebben met dat aardgasvrije wonen, die delen dat. En dat kan veel effect hebben op bewoners die dat dus nog niet hebben. En dat er ook wel wordt gezegd van, nou ja, het is vaak gewoon, het wordt een enorme rommel. Dus dan krijg je toch dat gedoe weer dat mensen zeggen, ja, dan komen er allerlei mensen komen in mijn huis. En soms is het ook een situatie dat mensen, als die bijvoorbeeld alleen wonen, dat kan dan eigenlijk extra spannend zijn. Want dan, er was een vrouw die bijvoorbeeld vertelde van, ja, dan reden er allemaal auto's de oprit op. En er kwamen allemaal mannetjes uit. En die gingen dan heel pijnzaam naar mijn huis staan kijken. En dan zo wijzen naar het dak en zo. En ik had echt zoiets van, wie zijn deze mensen? Wat komen ze doen? En weet je, dat was ook dat is dus ook weer een afstemming en een communicatie issue. Maar hier zie je dus ook dat mensen
het heel belangrijk vinden om goed op de hoogte te houden worden van wat gebeurt er nou? En wie zijn die mannen op mijn oprit? En sommige mensen hadden een mooi steenpatroontje op hun in een heel mooi soort mozaïekvormig steenpatroon in de voortuin. Nou, daar werd dan overheen gereden en dan is het gewoon heel belangrijk dat dat weer goed netjes wordt hersteld. Dus die gedoe-factor speelt hier ook een belangrijke rol. Maar goed, zoals ik zei, het is denk ik heel interessant om hier nog meer informatie over te vinden. Nou, dit geeft denk ik een beetje een beeld van nou, wat voor een drijfveer en barrière spelen nou een rol en in welke fases. Je hebt nog 4 minuten. Oh. En dan gaan we naar vragen. Oh, vind je, dat gaat snel. Oké. Okay. Je kan 90 slides of 16, maar het gaat. Nou ja, ik ben ook al bijna doorheen. Dus. Nou ja, maar dan is dus de vraag, zoals ik al zei, van hier, je kunt op deze site kun je de volledige plaat bekijken, die wordt ook doorgestuurd. Dan is dus nog even de volgende vraag van hoe kun je als gemeente of als andere initiatief, hoe ga je hier nou precies mee om? Weet je? Hoe zien we dat wel wordt meegenomen in proeftuinen? Hoe wordt al aandacht besteed aan dat samenwerken met bewoners? Ja, want daar ben ik wel even benieuwd om even aan te vullen. Ja? Als je kijkt naar waar we in Friesland staan, hebben we een paar proeftuinen die actief zijn. Mm-hmm. Maar er staan natuurlijk in de transitievisie warmte van de gemeente staan vaak 1 of 2 plekken waar men wil starten, of misschien 3. Ja. Als je nu kijkt naar wat je onderzocht hebt in die proeftuinen die je net permanent noemde en de klantreis. Mm-hmm. En men staat nu eigenlijk aan het begin of is net begonnen. Mm-hmm. Wat zijn dan hele concrete dingen waarvan je zegt, ja, dan moet je eigenlijk hier starten, daar, dat is dan de vervolgstap. Ja. Wat zijn de... Okay, ja, daar kom ik zo nu, okay. Nu op terug, denk ik. Want nou ja, we hebben dus bij een aantal van die proeftuinen ook hier in Friesland gevraagd van, nou, hoe nemen jullie mensen dus al mee? En waar loop je dan tegenaan? Nou ja, en dus wat je ziet is dat een aantal, hè, dus die drijfveer en barrières kun je eigenlijk dan weer samenvatten in een aantal thema's waar dus samenwerkbewoners dan samenkomt. Dus draagvlak en organisatie. En nou ja, dus wat we eigenlijk zien is dat heel veel proeftuinen, maar dus gemeentes in het algemeen, nog heel erg worstelen dus met bijvoorbeeld de organisatie van hun eigen proeftuin en het draagvlak en een deel van de financiën. Dus wat je eigenlijk ziet is dat mensen dat zowel intern, hè, als van nou, hoe stel ik bijvoorbeeld een goed team samen waarmee ik samenwerk met de gemeente. Wat moet er allemaal bij, weet je? En van, dat moet eigenlijk interdisciplinair zijn. Mm-hmm. Maar die kennis is er soms helemaal niet. Dus wat er onder andere bij komt kijken is dat heel veel gemeentes eigenlijk te weinig tijd en te weinig middelen hebben om dit allemaal goed vorm te geven. En daarom is het eigenlijk heel erg belangrijk om dus te kijken van hoe moet je nou aan de slag met bewonersparticipatie, ook als je dus wat weinig tijd hebt en of je hebt niet genoeg tijd om zo'n goed team samen te stemmen, waar start je dan eigenlijk? Nou ja, en dan is het heel erg handig om dus een plek te hebben waar je duidelijke informatie kan vinden op basis van waar je dus staat. Hè? Want jij zegt van nou, als je aan het begin staat, waar begin je dan? Maar er zijn dus natuurlijk heel veel gemeentes die nu op een bepaalde plek zich bevinden in dat proces van die transitievisies warmte. Hè? Dus die transitievisies moet eigenlijk klaar zijn, dus nu gaan we allemaal richting de uitvoering. Sommige zijn al wat verder dan andere. En we hebben dus met gemeentes gesproken van wat heb je nou eigenlijk nodig? En waar behoefte aan is een plek waar dus eigenlijk heel veel relevante informatie over bewonersparticipatie samenkomt. En waar ook heel veel praktijkvoorbeelden te vinden zijn van allerlei andere gemeentes die al dingen hebben ervaren. En waar we ook weer concrete tips voortkomen zeg maar, uit het onderzoek. En dat is wat we hebben gemaakt. En dat is eigenlijk ook het laatste wat ik wou laten zien. Dus nu kunnen we het filmpje instarten. Dus dit is de homepage van de Energieke Gemeente, zo heet het nu. En hier zijn dus allerlei praktijkvoorbeelden over bewonersparticipatie. En het is voor gemeentes, maar het is in bredere zin denk ik ook heel interessant voor allerlei of bedrijven of bewonersinitiatieven of corporaties die aan de slag gaan met bewonersparticipatie. En we hebben het opgedeeld in 4 fases, zeg maar. Dus het starten eigenlijk en... dus intern hoe je start. Dat is eigenlijk dus hoe je goed team samenwerkt, hoe je de kaders voor participatie goed stelt. En vervolgens ook hoe je een wijkscan het beste kunt aanpakken. En hoe je dan uiteindelijk aan de slag gaat met bewonerscommunicatie en participatie. En het mooie van deze site is dus dat we eigenlijk werken op basis van uitdagingen. Dus per
hoofdonderdeel hebben we een aantal uitdagingen geformuleerd. En steeds per uitdaging komt er heel concreet van welke ervaringen zijn er al in andere proeftuinen of andere gemeentes geweest. Welke concrete tips komen er uit ons onderzoek daar nog toch bij? En welke tools zijn er al beschikbaar om dat aan te pakken? Dus bijvoorbeeld, er zijn heel veel voorbeeldbrieven of posters. Die zijn allemaal ontwikkeld door ook andere partijen dan TNO. Dus we linken ook naar heel veel andere relevante partijen. Die ook zeg maar met dit onderwerp bezig zijn. Maar dan wel heel specifiek per uitdaging. Dus op deze manier denk ik dat het ook mooi is, wat eigenlijk aansluit bij wat Rijn-Jan aan het eind zei van, weet je, we moeten ook elkaar helpen, weet je, dus die bewoners die moeten aangeven wat ze nodig hebben. De gemeente helpt de bewoner, maar de bewoners kunnen de gemeente ook ondersteunen, want die hebben heel veel kennis in huis en die willen vaak ook meedenken. Dus het is denk ik belangrijk om elkaar ook als samenwerkingspartner te zien, maar dan moeten we elkaar wel beter begrijpen. En dat is denk ik, dit is een manier om dat te doen. Ja, mooi. Dankjewel voor je verhaal. Ik heb eigenlijk meteen een mooie vraag voor je. Mijn naamgenote Suzanne vraagt, is het niet slimmer om in de bestaande bebouwde wereld bewoners beter te betrekken? Hè? Daar gaat dit natuurlijk daar gaat over. Ja. Waarschijnlijk krijg je dan meer draagvlak. Er is bijzonder weinig vertrouwen in overheden. Als je dan kijkt naar die stappen die de gemeenten aan het maken zijn richting wijkuitvoeringsplannen. Hè? Die fase zitten veel gemeenten in of zijn al gestart. Ja. Wat is dan eigenlijk de meest concrete tip die je, even los van dat je een goed team moet verzamelen en dat je je kennis en kunde en et cetera, maar hoe kom je dan eigenlijk tot goede betrokkenheid en dat mensen zich ook betrokken voelen? Ja, nou ik denk een meest concrete tip is dat je even heel goed moet nagaan van waar kunnen bewoners überhaupt nog over meedenken? En daar even heel eerlijk over zijn. Dus daarom zeg ik van als je helemaal aan het begin staat, dan kun je dat gaan bedenken en vormgeven. Weet je, met een team en denken van nou, hoe willen we dat gaan vormgeven? Maar als er dus al bijvoorbeeld een aantal zaken al besloten zijn, dan is het heel erg belangrijk om transparant te zijn over wat is al besloten. Dus wat is de point of no return, zeg maar. En waar kunnen we bewoners nu nog wel in gaan betrekken? Want wat je vaak ziet is dat gemeentes het gevoel hebben van, we moeten een soort van alles al weten en dan gaan we die bewoner betrekken en helpen. Maar dan krijg je dus vaak dat mensen denken van, ja, oké, nu is alles al besloten zonder mij. En dat levert alleen maar weerstand op. Dus het is helemaal niet erg om bijvoorbeeld dat sommige dingen al besloten zijn of dat dingen nog onduidelijk zijn. Maar wees daar heel transparant over. Dus geef aan van, nou, hier gaan we naartoe. En dit is al besloten. Er komt een warmtenet bijvoorbeeld. Maar we willen nu graag met jullie gaan nadenken. Hoe kunnen we dat het beste gaan doen? Ja. En waar liggen jullie zorgen? Waar willen jullie graag ook bij betrokken zijn? Ja. Dat is denk ik goed. En ik las in jullie onderzoek hè, dat jullie hebben gezien of constateerden dat eigenlijk maar weinig gemeenten met een participatieplan werken. Klopt dat? Ja, dat was toen zo. Dat klopt. Dus er is veel aandacht voor het thema. Dus heel veel gemeenten hebben aangegeven van we doen daar al veel aan. Hè. Dus we organiseren avonden en we doen bijvoorbeeld enquêtes en dat soort dingen. Maar wat nog soms ontbreekt is dat er dan een concrete visie achter zit van waar willen we nou heen met participatie en wat is dus mogelijk en ook hoeveel tijd en energie kunnen wij er dus ook als gemeente insteken om bijvoorbeeld echt persoonlijke gesprekken te voeren en zo. Dus soms is het nog een beetje, is het nog wat ad hoc. Het zou mooi zijn als daar soms als er wat meer aandacht voor kan komen. Ja. Maar. Ik vind de vraag van houtstook wel interessant. Ja. Oké. Van G. Belangrijk in de overgang om houtgestookte installaties over te slaan. Van de ene ellende in de andere. En stankoverlast. Doet TNO daar ook iets mee? Doen we iets mee met? Of met houtgestookte installaties in de overgang naar aardgasvrij. Ja, daar doen we zeker wat mee. Daar gaat dit onderzoek niet over. Ik kan dus ook niet zo heel veel over zeggen. Maar het is denk ik wel goed om eventjes als aansluiting op jouw vraag te zeggen van, kijk, dit is dus we kijken nu vanuit de sociaal-wetenschappelijke blik of vanuit de bewonersblik naar dit thema. Maar er zijn dus heel veel mensen binnen dezelfde onderzoeksgroep waar ik werk. Dat heet energietransitiestudies. Die ook vanuit meer de technische kant of vanuit de financiële kant kijken naar dit thema. Dus daar komt dit zeker ook aan bod. Dus,
Ik heb hier nog een opmerking. In mijn visie is het niet transparant wanneer bewoners bij de eerste stap niet worden betrokken. Mm-hmm. Nu zou ik daar vanuit Friesland nog wel iets aan toe willen voegen. Want ik zie over het algemeen nu dat in de transitievisies warmte eigenlijk initiatieven worden genoemd waar eigenlijk al dorpen de energie in zitten. Jij hebt voor Smallingenland natuurlijk daaraan gewerkt ook. Dus ik weet niet waar dit op gebaseerd is, maar ik zie in Friesland dat vaak nu gekozen wordt om de eerste stappen te maken met wijkuitvoeringsplannen, om eigenlijk samen aan de slag te gaan met dorpen waar al energie zit en dus al een eerste groep actief is. Ja, maar ik snap denk ik wel wat zij bedoelt, want er zijn ook veel gemeentes die zeggen we maken eerst de visie, dus dan hebben we al dingen besloten en we sluiten ook al dingen uit. Mm-hmm. En wat jij net ook zei, dan ga je dan nog bepalen waar mensen wel over kunnen besluiten, dus dan heb je ook al dingen al besloten. En volgens mij is, als ik hem zo interpreteer, lees ik van nou ja, als je dat eerste stukje ook al hebt overgeslagen, dan ben je eigenlijk al niet transparant. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou ja, ik denk, ja, kijk, er is natuurlijk geen goed of fout hierin. Die moeten natuurlijk een beetje afstemmen, kijk, per wat ook past in jouw gemeente. Maar ik denk, over het algemeen, om in te gaan op van, nou ja, dat soms worden dan bewonersinitiatieven of actieve groepen worden al, er wordt gekeken van, nou, waar leeft al een bepaald actief initiatief. Ik denk dat dat heel mooi is, maar er zit tegelijkertijd ook weer een gevaar in van uit welke groep bewoners bestaat die actieve groep. Weet je, is dat dan ook bijvoorbeeld een representatieve groep voor dat dorp of voor die gemeente of voor die wijk zelfs? Dus het is denk ik wel belangrijk van, en daarom is het dus goed om een beetje na te denken van hoe willen we nou dat participatieproces inrichten? Hè? Van heel fijn dat er actieve groepen zijn en goed om die opnieuw een plek te geven. Maar in hoeverre is dat, wat voor activiteit heb je daar nog naast? Weet je, het kan goed zijn om dat te combineren met wat bredere bewonersavonden. Of te gaan kijken van nou, welke groepen zitten er niet in die actieve community. Want het zijn toch vaak nog wat oudere witte mannen. Dat is gewoon helaas nog steeds de realiteit. Dat zijn hartstikke goede mensen. Ja, Rijntje, jij bent niet in de wereld, toch? Dus tegenwoordig hebben we hier, nee. Maar daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Ja. Nou, hier wordt bevestigd, een kennisplatform is een goed idee. Nou, volgens mij is de energieke gemeente een hele mooie plek waar jullie van alles bij elkaar brengen. Dus, ja. Ik vind dit ook wel een mooie. het is wel een kritische, maar die mogen op tafel, zei Rijntje net. Ja, inderdaad. Ja, alleen we hebben nu nog 2-3 minuten. Ja? Dus, kort maar krachtig antwoord voor jou of voor jullie beiden. Wanneer krijgen we in Jip en Janneke taal praktische tips en voorbeelden, vraagt Paul de Goede. Want we moeten niet in de babbelboom blijven hangen. Ja, nou ja, daar is deze site is als het goed is een voorbeeld van. Dus we hebben echt heel veel tijd en moeite besteed om dus echt met gemeentes te vragen van waar heb je nou behoefte aan? Wat voor soort obstakels loop je tegenaan? En er zit als het goed is in die Jip en Janneke taal, want het is ook, wij hebben het geschreven, toen heeft een echte communicatie-expert naar gekeken, die heeft allerlei dingen geschrapt en zo. Dus als het goed is het begrijpelijk en hopelijk ook leuk om dit te kennis te geven. Dus dat is denk ik mijn antwoord. En als je niet van de gemeente bent, ik ken Paul persoonlijk niet, maar misschien werkt hij voor een lokaal initiatief. Ja, of een dorpsbelang. Of een energiecoach. Ja, dus dat is een beetje wat ik zei. Kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk kiezen voor een bepaalde doelgroep. Dus we hebben nu even gekozen voor gemeentes. Maar wat ik al zei, dit is even ervan uitgaan dat de gemeente de belangrijkste initiator is van een aardgasvrij alternatief in een wijk. Het kan ook heel interessant zijn voor wat ik eerder zei, voor bewonerscollectieven of voor energiecoöperaties, voor andere mensen die denken van nou, we gaan jullie bewoners gaan betrekken. Dus dat, wat is de link naar de website, vraagt iemand. Ja, ik heb hem wel op de slide gezet. Kan ik hem in kun je hem in de chat denk zetten? www.energiekegemeente.nl of Het zou bijna te makkelijk zijn. Nee, of de energieke. Ja, het is wel bijna dat. Maar ik moet even we zoeken hem wel even op en we zetten hem in de slag. Ja, of in de chat kunnen we hem wel zetten. Ja, en misschien nog een aanvulling. Want ik weet dat in Friesland, als je nou niet van de gemeente bent. Als je googelt op de energieke gemeente, dan kom je er trouwens wel. Misschien kun je de slide terug. Oh nee, we zitten niet meer op de slide. Nee. Nou, even googelen of het verslag aanwachten. En wat ik nog wilde toevoegen. Eigenlijk heeft elke gemeente in Friesland een duurzaam bouwloket. Abonnement, dus voor bewoners en initiatieven, is dat eigenlijk het loket waar mensen maar zoveel mogelijk informatie moeten kunnen vinden. En ik zou dan ook aanraden, als je daar de informatie niet kan vinden, mail dan je gemeente, want eigenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de informatie voor de inwoners van de gemeente. Ja. Ja. Oké. Ja. Nog een nabrander? Heb jij nog een nabrander?
Nou, ik moest wel even aan denken, want wat ik, een beetje naar aanleiding van die Jip en Janneke taalvraag. Ja, omdat wat we vaak zien, er zijn heel veel aarzelingen vanuit gemeentes om zonder dat ze zelf eigenlijk al precies weten wat er moet, om dat contact alvast aan te gaan. Hè. En wat wij vaak wel zien, ook in heel veel gedragswetenschappelijke studies, dat ga eerst maar voor zorgen dat die relatie warm is. Want in een warme relatie kan je veel meer voor elkaar krijgen dan wanneer die koud is. We zeggen soms is van, denk eens na over jouw verhouding als gemeente tot die burger. Is die op 0 ijskoud of is die op 100 smoor verliefd? Nou, ergens in die lijn lig je. En op het moment dat je voelt, nou, we gaan wel heel erg richting koud. Dan weet je gewoon, dan kom ik met een opgave die gewoon sowieso al lastig is. En onze verhouding is ook nog eens een keer bijna 0. Ja, als je dat gaat combineren, dan weet je al zeker dat we heel veel gedoe gaan krijgen. Dus los van inhoud en plannen, ga gewoon in die verhouding investeren. Ja, en wees daar denk ik open en transparant in. Dat we ook niet allemaal de wijsheid in pacht hebben. En dat je eigenlijk maar jij noemde de relatiemetafoor in verhouding tot gas. Maar hier zit die ook net zo goed in. Dus ga echt in relaties denken. Ja. Maar ik denk dus wederom, want dan kun je alsnog gaan denken van oké, investeren in relaties, maar hoe doe je, pak je dat praktisch aan? En ik denk dan dus dat daar ook wel weer goede tips op staan. Bijvoorbeeld in die fase 1 hoe je dat goed aanpakt. Dus, maar goed, het kan altijd nog concreter, maar dat is wel de poging geweest. Ja. We gaan afronden. Ja. Want het is 4:30 of zelfs 1 minuut over. Rijn-Jan, dank je wel voor jouw bijdrage. Barretocht naar Friesland. En barretocht naar Friesland. Heerenveen, ik ben nog nooit geweest. Er zijn meer in deze ruimte die er nog was. Dat was toch Die komt uit Dokkum, dat vind ik echt heel gek. René, jij ook bedankt voor jouw bijdrage. En ik hoop dat veel mensen ook even echt op de energieke gemeente, want ik heb hem zelf bekeken en volgens mij staan er heel veel praktische, handige dingen op waarmee je aan de slag kan. Mm-hmm. Dus ik zou iedereen ook uitnodigen. Ga kijken en ga er gewoon mee werken. En voor alle kijkers thuis en voor alle Friese kijkers thuis, worstel je ergens mee? Heb je hulp nodig? Energieteam Friesland is natuurlijk actief. De Friese Milieufederatie is actief. En er zijn meer maatschappelijke organisaties die actief zijn op dit domein. Dus maak ook gebruik van die kennis en kunde. Zodat we het samen met elkaar doen. Voor nu, bedankt voor jullie aanwezigheid. Graag tot ziens, ons tot de volgende keer.